Hey, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en deze keer komt die online op een vrijdag. En dat heeft een bijzondere reden, want ik ben vandaag jarig, yay! Ik ben vandaag 28 geworden. Zo oud. Ja, ik voel me ook vrij oud. Het gaat toch richting de 30, hè? Ik denk dat dat een vrouwending is of zo. En ja, ik vier mijn verjaardag eigenlijk nooit echt. Sinds ik mijn dochtertje heb, heb ik zoiets van, nou, laat die verjaardag maar lekker voorbij gaan. Ik vier die van haar en die van mij is niet zo belangrijk. En omdat ik dat eigenlijk altijd doe, wil ik graag jullie een cadeautje geven. En de reden dat ik dat wil doen is omdat jullie mijn blogs lezen, jullie kijken mijn video's, jullie steunen mij. En ik vind dit fantastisch om te doen en ik wil hier heel graag mee doorgaan. Dus ik heb gewoon wat producten gekocht. Ik laat jullie nu alvast een deel daarvan zien. Dat is niet alles, maar ja, ik ga jullie gewoon niet alles vertellen. Dit is in ieder geval wat ik tot nu toe heb gekocht. En er komen gewoon de winactie duurt een maand lang. Dus in die maand koop ik ook nog wel wat spulletjes erbij. Dus een deel is ja, wat jullie nu zien. En een deel zal een verrassing zijn. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden. Ik ga nu de spulletjes laten zien die ik al heb gekocht. En dan daarna zal ik een soort van voorwaardes aan jullie vertellen. Dus laten we maar gewoon beginnen. Het eerste wat ik gekocht heb is dit notitieboekje. Met een hartje. Ik vind hem zo cute. Ik wou hem eigenlijk ook voor mezelf kopen. Maar ik heb echt te veel notitieboekjes. Dat ik mezelf een halt heb toegeroepen. Dus deze. En het zijn gewoon lijntjes. En het is niet zo... Gewoon lijntjes. En het is niet zo'n heel groot boekje. Dus je kan hem makkelijk in je tas doen. En dan kan je van alles opschrijven. Dus die zit erin. Dan heb ik nog een van Palmolive Thermal Spa Mineral Massage. En dat is een douche gel. En dat is deze. Ruikt echt super lekker. Ik heb er dingen gekocht die ik dan weer niet voor mezelf heb meegenomen. Ja, hij ruikt gewoon heel fris, heel lekker. Hij is voor onder de douche. Dus die heb ik meegenomen. Dan zit daar een Essence My Skin Moisturizing Cream in. En dit is voor de normale huid. En dat is deze. Ik heb zelf die voor een gevoelige huid, dacht ik. En deze is met komkommer. Moet ik even goed zeggen. Dacht ik. Ja, limoenextract en komkommer zit erin. En je kan deze zeg maar als dagcreme en als nachtcreme gebruiken. Ik gebruik hem eigenlijk zelf. Ik gebruik hem zelf ook. En ja, het is gewoon een hele goede basis voor je foundation. En ja, deze is zeker... Er zitten best wel favoriete producten van mij in het winpakket, zeg maar. En dan heb ik deze gekocht. En dit is Lovely Mint Stories. Is ook gewoon voor onder de douche. Ik heb in principe geen badspullen gekocht. Want ik weet niet hoeveel mensen een bad hebben. Ik heb het niet. Dus vind ik het ook niet zo leuk om dat in een winactie te doen. En ja, deze dus. Lovely Mint. Hele frisse mintgeur. We gaan er al bijna doorheen. Het gaat heel snel. Dan heb ik deze cadeaukaart doe ik erbij. En dit is van mijngedroogfruit.nl. Kan je online kan je gedroogd fruit bestellen. Super lekker. Ik doe dat ook altijd bij hun. En dan krijg je 5 euro korting bij een besteding van €34,95. En dat lijkt heel veel, maar je krijgt echt voor dat geld krijg je ook echt heel veel. Dus in ieder geval 5 euro korting. Dan heb ik nog een shower cream. Weer een douche. Ik moet body lotions gaan halen voor jullie. Dit is ook een douche gel. En dit is van de Kruidvat zelf. En dit is echt mijn all-time favorite. Dit is de Blueberry en Lychee. Hij is zo... Ik heb de douche gel er niet van, maar ik heb wel de body butter ervan. Die is zo verschrikkelijk lekker. Zo lekker zoet en hij verzorgt heel erg goed. En ja, echt een aanrader mocht je hem niet kennen. En je moet hem echt gaan ruiken. Hij is echt super lekker. En dan het laatste is van Pantene Prove. En dit zijn 1 minuut wonderampullen. Ik zweer hierbij. Ik zag het heel vaak voorbij komen op andere blogs en bij andere bloggers. En ook zoiets van ja, natuurlijk wonderampullen. Weet je, het zal wel. Maar echt serieus. Hij is zo verschrikkelijk goed. Ik heb heel fijn haar van mezelf.
En het hangt best wel slap als ik er echt niks mee doe. En deze ampullen die geven echt meer volume. Mijn haar wordt er super zacht van. En ik kan het eigenlijk gelijk doorkammen vanuit de douche. Doe ik niet heel vaak. Heel slecht. Het breekt heel snel af bij mij. Maar hij is zo verschrikkelijk goed. En ja, die wil ik gewoon heel graag met jullie delen. Dus deze zit er ook in. En dat waren eigenlijk alle producten die ik tot nu toe heb gekocht. De rest blijft dus een verrassing voor jullie. En dan nu even over die voorwaardes. Ik heb niet echt voorwaardes. Ik vind niet dat je iemand kan verplichten om iets te doen. Zeker niet qua volgen op social media. Wat ik wel heel graag zou willen is dat je een duimpje omhoog doet. Als je mee wil doen met de winactie. En hieronder een reactie zet waarom je graag zou willen winnen. En waarom je mij volgt. Waarom kijk je mijn video's? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik schrijf hier ook een blogpost over op mijn blog. Je kan zowel hieronder reageren als op mijn blog. Dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. En dat zijn eigenlijk de voorwaarden. En natuurlijk kan je me volgen op Facebook, op Instagram en op Twitter. Ik zal hieronder mijn linkjes neerzetten. Maar ik heb zoiets van volg mij alleen als je het echt leuk vindt. Ik bedoel, follow for follow en dat soort dingen, daar ben ik niet zo fan van. Ik wil graag dat mensen mij volgen om hetgeen wat ik doe. En dat ze dat leuk vinden en niet omdat ze zich verplicht voelen. Dat soort dingetjes. Dan was dit dus mijn extra verjaardagsvideo / winactievideo. Doe zeker een duimpje omhoog als je mijn video leuk vond. En je kan hieronder natuurlijk ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's. Vergeet zeker niet te vermelden waarom je mij volgt. En waarom je graag zou winnen. En dan maak ik over een maand. Dus volgens mij doe ik dat 28 april uit mijn hoofd. Ja, 28 april maak ik de winnaar bekend. Zowel op YouTube als op mijn blog. Dus houd het allemaal in de gaten. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Zie ik jullie gauw de volgende keer weer. Doeg!